Hey, wat leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. In deze video ga ik een heleboel kleuren van de NYX Soft Matte Lip Cream swatchen. Ik heb hier veel vraag naar gekregen naar aanleiding van de adventkalender van NYX die ik had geunboxed in mijn vlogs. Van de meeste kleuren die jullie gaan zien heb ik de mini, want in de adventkalender zaten minis. Maar ik had er een aantal ook al in het groot. Dus verder zijn ze exact hetzelfde qua formule en applicator. Voor degenen die misschien niet weten wat de substantie van de NYX Soft Matte Lip Creams is. Eigenlijk zegt de naam het al. Het is een hele crèmige, romige substantie. Hij heeft gewoon een lipgloss applicator met een klein deukje erin. Vind ik zelf heel prettig, want dat deukje zorgt ervoor dat er eigenlijk precies voldoende product op zit voor één keer. Kijk, zo ziet hij eruit. En eigenlijk zijn ze allemaal een beetje die substantie. Vrij gepigmenteerd, mat. Ze drogen wel een beetje op, maar niet geheel. Je blijft wel je lippen kunnen bewegen. En het is niet zoals een liquid lipstick dus. Dus het is ook wel zo dat hij toch wel slijt, maar beter blijft zitten dan bijvoorbeeld een gloss. En heel comfortabel draagt. Dat vind ik dan het voordeel ervan. Ze ruiken allemaal een beetje naar vanille. Ik vind dit wel een lekkere geur. Een beetje een warme, zoete geur. Niet te fruitig. Ik hou daar wel van. Maar het is wel opvallend. Zit hier van alles bij. Heel donker en vampy. Nude. Knalroze. Bruinige tinten. Paars. Noem het maar op. Ik begin met de lichtste kleur die ik heb. En dat is gelijk een van de beroemdste. Dat is de kleur Stockholm. Het glijdt echt super easy over mijn lip. Ik heb nu helemaal geen extra product gepakt en eigenlijk is dit gewoon voldoende. Dit is denk ik echt een hele mooie everyday kleur die iedereen wel mooi staat. Hij is niet heel oranje, maar hij is wel iets meer warm van ondertoon. Een beetje peachy. Zoals je ziet is hij eigenlijk gelijk als je hem opdoet al vrij mat qua substantie. Na een paar minuutjes droogt hij nog iets matter op. Dat zal ik zo bij een van de andere kleuren laten zien. De tweede kleur die ik pak is de kleur Zürich. Dit is een kleur die ik zelf heel veel draag. Als je Stockholm en Zürich naast elkaar houdt, zie je dat Zürich net nog ietsje donkerder is. En iets meer warm bruin, terwijl Stockholm wat meer nude is en wat meer peachy. Dus we gaan verder met Zürich. Echt zo smooth hoe ze aanbrengen, dat vind ik zo chill. Oh ja, ik krijg vaker opmerkingen dat ik de lipstick in mijn mondhoeken niet netjes aanbreng. Maar ik heb nu geen lipstick op, ik heb het er net afgehaald. Je kon het zien op mijn bovenlip. En ja, het is moeilijk uit te leggen, maar ik heb niet echt een duidelijke aflopende mondhoek. Ik heb gewoon veel lip hier, wat altijd opkrult als ik praat. Zo is mijn mond. En ik heb niet dat het geleidelijk afloopt in mijn mondhoek. Dus ja, zo is mijn lip gewoon. En dan kan ik wel een deel van mijn lip niet inkleuren, maar dat ziet er ook raar uit. Dus vandaar dat het er sneller uit lijkt te zien alsof ik mondhoeken omhoog heb gekleurd. Maar zoals je ziet aan hoe ik praat, zo is mijn mond. Zo zit ik gewoon in elkaar. Oh, heel mooi. Deze is inderdaad dus iets warmer. Hij is ook wat donkerder en wat opvallender. Er zitten echt duidelijk wat roze tonen in. Waardoor ik hem ook wel heel erg leuk vind voor de lente en zomer. Hij is net iets vrolijker. Eigenlijk wel iets opvallender dan je zou verwachten als je hem hierin ziet. Maar zeker een hele mooie kleur. En ik vind de substantie ook eigenlijk even goed. Ik zal Zürich ook nog even op mijn hand naast Stockholm swatchen. Dan zie je heel goed het verschil. En dan gaan we verder met Cannes. Cannes is ook een kleur die een beetje in die familie valt. Die swatch ik juist aan de andere kant ernaast. Hij is wel echt een stuk donkerder. Ik vind deze heel mooi. En als ik hem zo zie, doet hij mij ook wel een beetje denken aan MAC Mirror. Dus nu nog eens zien hoe dat op de lippen is. Ik heb het idee dat deze ietsje droger is. Dat er wat minder product in één keer opkomt. En toch ook wel wat matter gelijk. Hij benadrukt iets meer de lijntjes van mijn lippen. Zelf vind ik dat niet eens heel erg als het er maar niet vies, brokkelig of crusty uitziet. Maar die lijntjes benadrukken, dat laat je lippen ook weer wat voller lijken, vind ik altijd. Het voelt zo fijn gehydrateerd aan. Echt heerlijk romig. Het trekt totaal niet in mijn lippen en het blijft ook niet plakken. Kijk maar. Je ziet niet dat je lippen echt zo aan elkaar blijven zitten, wat je wel eens met een gloss kan hebben. Ik vind Cannes echt een topkleur. Echt heel erg mooi. Nog even alle drie de kleurtjes tot nu toe op mijn hand. En de laatste die ook een beetje in die nude categorie valt, maar dan veel donkerder, is de kleur Rome. Die swatch ik hiernaast.
Oh, er komt een brokkeltje mee. Dat heb je wel eens met die matte lip creams. Maar je kan hem altijd weer goed verspreiden. Heel toffe kleur. Ik moet natuurlijk wel eerst deze weghalen weer. Hij heeft ook wel een hintje paars, lijkt het. Een beetje een bruin paarse kleur. Oeh. Ik doe lippenstift volgens mij heel raar op. Krijg ik vaker opmerkingen over bij mijn video's, maar ik vind het zo fijn werken. Ja, ik vind dit ook alweer een heel toffe kleur. Ik weet niet wat ik er eigenlijk nog meer over moet zeggen. Deze is iets meer edgy en iets meer 90s. Nu gaan we door naar de meer felle kleurtjes. De eerste kleur daarvan is nog niet mega fel, maar toch wel een stuk feller dan die we gehad hebben. Dit is de kleur San Paolo. Heel tof. Dit is wel echt een kleur waar ik van hou. Een beetje zo'n warme fuchsia kleur. Oeh. Kijk dat pigment, joh. Hier was echt één dipje weer meer dan genoeg product. Ik vind dit echt een hele mooie kleur. Ik hou van dit soort dusty roze kleuren die wat donkerder zijn. En daardoor niet per se heel Barbie-achtig. Ik ga deze nu heel even 5 à 10 minuutjes laten opdrogen. En dan ga ik een handkus geven om te kijken of die afgeeft. En aan het eind ga ik ook één van de kleuren opdoen. En die ga ik echt de hele dag laten zitten. En dan ga ik jullie eventjes laten zien hoe die erop zit na drinken, eten. En nou ja, hoe dat is gegaan. Je kan trouwens de Soft Matte Lip Creams in de NYX winkel kopen. Die zit alleen nog in Amsterdam. Is wel echt een hele toffe winkel met een heel groot assortiment. Verder verkopen ze NYX ook online bij Douglas en in bepaalde Douglas filialen. En de grote verpakking, dus gewoon de normale, die kost €7,31. Nou, we zijn nu 10 minuutjes verder. En omdat de lipstick niet echt in de lippen is getrokken. En ik hem nog steeds mijn lippen wel over elkaar kan bewegen. En het dan een beetje glijdt. Niet erg of zo. Dat je denkt, wow, het zit overal. Maar ja, eigenlijk gewoon heel comfortabel. Daarom denk ik dat hij wel wat gaat afgeven. Dus ja, we gaan het nu zien. Ja, zie je? Hij geeft wel af. Het is niet alsof alle kleur in één keer weg is van je lippen. En ik meen me van deze ook te herinneren de dagen dat ik ze heb gedragen, dat de kleur een klein beetje steent. Dus het meeste gaat eraf, maar er blijft wel de hele dag een soort van tintje van zichtbaar. Alsof je eigen lipkleur wat donkerder is geworden of wat meer oranje, zeg maar. Dan gaan we verder met een meer koraaltint. Dit is de kleur Antwerp. Dit is gewoon je basic roze kleur. Hartstikke prima. Niet heel cool, niet heel warm, vrij neutraal. Bij deze kleur kostte het me op de een of andere manier wel iets meer moeite om hem overal egaal te krijgen. Het ging een beetje glijden als ik er met de applicator overheen ging. Verschoof ik een beetje het product. Maar uiteindelijk heb ik hem volgens mij wel overal even goed dekkend gekregen. Up next is mijn eerste mini en dit is de kleur Manille. Oh, dat is wel even wennen, want het is natuurlijk een korter applicatortje. Deze is gewoon echt fel koraal. Lekker zomers. Love it. Ik heb zin om deze aan te brengen nu al. Wow. Bijna neon. Ik twijfel toch een beetje bij deze, want ik vind de kleur heel erg fel op de een of andere manier. Maar als je kijkt, dan schijnt mijn eigen lipkleur er wel doorheen. Dus hij is toch niet echt gepigmenteerd. Maar toch ook weer neon. Deze die glijdt ook een beetje. Ik heb het idee dat het product, als ik het ergens dan dekkender krijg, dat het daarnaast weer weggaat. Maakt mijn tanden best wel geel. Hij is wel heel lekker vrolijk. Ik vind hem gewoon niet het mooiste dekken. Maar de kleur is gewoon vet leuk, eerlijk gezegd. Dus ik zou hem er wel vaker bij pakken. Want ik vind het ook weer niet storend dat hij ja, hier en daar wat doorschijnt. En nu gaan we naar een van mijn favoriete lipkleuren ever. Dit is de kleur Morocco van NYX. En deze is zo mooi. Het zijn dus land- of plaatsnamen. Echt heel prachtig. Dit is echt een rood met een oranje ondertoon. Heel fris. Mijn favoriete rood voor de zomer ziet er zo uit. Halleluja. Zo smooth. Deze is wel echt meer smooth dan die ander. Dat zie je ook al bij de applicatie. Krijg ik makkelijker egaal dekkend. Jongens, hoe vrolijk is dit? Deze kleur laat je ogen echt knallen. En is heel tof met gouden oogschaduw looks bijvoorbeeld. Of koperkleuren. Ik waan me alweer helemaal op de zomervakantie. Ik vind deze echt heel erg leuk. Als je een felle kleur wil kiezen,
Ga zeker voor Marokko. Dat is echt mijn aanrader. Nou, over vel gesproken. Ik bedoel, deze mag er ook wel zijn. Dit is de kleur Addis Ababa. En dit is echt een knal fuchsia roze. Als ik dit dan fuchsia noemde, nou, dan is dit zeg maar de overtreffende trap van felheid. Wow. We gaan hem eerst even op mijn hand swatchen. Zo, bij de eerste swatch lijkt het pigment niet eens enorm. Oké, eens kijken hoe deze knalroze eruit ziet op de lippen. Wow. Toch wel veel gepigmenteerder dan ik dacht toen ik die swatch zag. Ja, ik vind deze echt veel toffer dan ik had gedacht. Hij benadrukt ook wel echt het blauw van mijn ogen voor mijn gevoel. En ik denk dat dat komt omdat dit echt zo'n roze met een blauwe ondertoon is. Ja, ik vind hem echt tof. Als ik dat zie, dan denk ik altijd, ik moet iets vaker zulke soort gekke kleurtjes dragen. Want ik vind het wel heel leuk. En ook mijn haarkleur komt mooi naar voren. Lekkere analyse. Maar goed, dat is gewoon even een reminder dat ik wat vaker fel roze ook wel eens moet dragen. Nu gaan we door naar de kleur Prague. Als ik het zo goed zeg. Gewoon Praag dus, maar dan op zijn Engels. En dit is een iets meer afgevlakte, dusty, paarsige tint. Heel erg mooi. Dit is echt mijn ding. Mijn favoriete lipkleuren komen vaak ook in deze buurt. Ik ga hem eens hierboven doen om te kijken wat het verschil is met de kleur die ik net op had. Ja, paarser en wat donkerder en daarmee eigenlijk wat minder fel. Zo, hallo, het zit echt niet meer netjes, moet ik zeggen. En op mijn tanden. Lekker lipstick eten, jam jam. Deze kleur vind ik ook leuk, maar dit is dan een kleur die ik zelf veel meer zou dragen in de herfst en winter. Maar ik moet zeggen, tot nu toe zijn het wel echt allemaal kleuren die heel divers zijn. Maar waarvan ik dus wel denk dat het bij de meeste mensen staat. Het zijn niet van die kleuren waarvan ik denk, oh help, dit staat echt maar heel weinig mensen, weet je wel. Ze hebben er wel goed over nagedacht dat ze vrij draagbaar zijn. Nou, dan gaan we naar een felle paarse kleur. Dit is weer een mini. En dit is de kleur Seoul. Echt paars, zoals ik al zei. Wow, en mega mat. Deze is wel wat brokkeliger. Er komen wat meer klontjes mee. Ik ben hier toch een beetje teleurgesteld over. Want ik had deze echt super tof en heftig verwacht. Omdat de kleur heel tof is gekozen, maar ik vind hem qua substantie tot nu toe toch wel het minst. Hij is brokkeliger en hij is een beetje doorschijnend. Als je er wat langer aan werkt, dan lukt het op zich wel om hem oké te krijgen. Maar ja, ik vind het toch jammer. Het kan ook komen doordat dit zo mini is hoor. Ik vind dat toch iets minder fijn werken. Het is natuurlijk een kortere applicator en er zit minder product in. Maar hier zie je ook dat hij gewoon wat minder dekkend is eigenlijk. Neem niet weg dat ik het wel leuk vind dat NYX wel gewoon dit soort kleurtjes erbij doet. Maar ik ben niet echt overtuigd. Ik heb hem ook niet zo mooi kunnen aanbrengen daardoor. Nou, we hebben nog twee kleuren en dat zijn twee rode kleuren. Dit is een vrij klassieke donkerrood. Ik vind hem er erg mooi uitzien. Doe me een klein beetje denken aan Diva van MAC. Zien hoe de swatch eruit ziet. Oh nee, huh? Hij is dan toch, als ik hem swatch, is hij echt een stuk lichter dan ik dacht. Dat vind ik echt wel een heel groot verschil hoor. Maar ja, maakt niet uit. Soms ziet het er op de lippen dan alsnog wel zo uit. Dus ja, dat is toch wel meer donkerrood dan het op mijn hand leek. Maar nog niet zo vampy als ik had gehoopt. Ja, dit is gewoon echt roodrood. En het is wel een mooie kleur, maar ik vind het niet een spetterende kleur. Er is niet echt wat spectaculairs aan. En ik vind deze in vergelijking met de andere lipsticks voor mijn gevoel een stuk glanzender. Dus ik ben benieuwd of dat dan wel echt mat gaat opdrogen. Helemaal roze om mijn lippen heen, maar we gaan snel naar de laatste kleur. Ik vind het niet zo mooi, want die brokkelige stukjes gaan heel erg aan de droge stukken van mijn lippen zitten. Nou zijn mijn lippen nu natuurlijk ook droger dan toen ik begon, dus dat is lastig vergelijken. Maar ook deze die is niet zo intens als ik hem had verwacht. De twee donkerrode kleuren, donker tussen aanhalingstekens, zo had ik ze dus verwacht, vind ik het minst omdat ze heel erg doorschijnen eigenlijk en wat vlekkerig op de lippen zitten. Terwijl ik eigenlijk alle andere kleuren echt fantastisch vind qua formule. Paars had ik ook wat meer moeite mee, maar uiteindelijk zou ik die wel nog een keer dragen. Want hallo, dit is toch gewoon een super coole kleur. Alle andere kleuren waren echt heel erg mooi. En als ik er dan twee moet aanraden, zou ik sowieso Marokko aanraden. Wat ik eigenlijk al heb gezegd, het is gewoon een hele toffe felle rood. En ik zou ook de kleur Cannes aanraden van de
nude kleuren, omdat ik die ook prachtig vind. Nu ga ik even een van de kleuren aanbrengen en ik ga gewoon mijn dag verder beginnen. Ik ga drinken, eten, alles wat ik normaal doe. En dan in de vlogbeelden zal ik jullie aan het eind van de dag laten zien hoe de lipstick is blijven zitten. En een beetje vertellen wat mijn ervaring was met het dragen ervan, zodat je daar ook een beeld bij hebt. Even een update van de kleur die ik op mijn lippen heb. Ik heb hem nu 1,5 uur op. Ik heb wat gegeten, een mandarijn en ik heb wat gedronken. In het begin gaf het nog wel wat af, maar nu geeft het niet meer af, zoals je ziet. En de kleur ziet er toch echt nog wel goed op. Het ziet er ook niet viezig uit. Om mijn lippen heen is het rood, maar dat komt gewoon doordat ik al die kleuren heb geswatcht hiervoor. Dus tot nu toe ben ik tevreden. Ben benieuwd hoe het er straks nog op zit. Update 2. Ik heb net een soft ijsje gegeten. Dus ook echt iets vettigs, wat ook echt wel op je lippen blijft zitten. En nou, het zit er nog steeds volgens mij ongeveer hetzelfde op als net. Dus ik ben op zich echt wel tevreden. Nu ga ik nog even na het avondeten het laten zien. Oké, ik heb nu de lippenstift zo'n 5 uur op. Ik heb nu ook gegeten echt. En ik moet eerlijk zeggen, hij is er nu wel bijna af. Je ziet echt nog een heel klein beetje zo'n hintje roze. Wat wel een beetje anders is dan mijn eigen lipkleur. Maar ja, ik zal toch wel zeggen dat het er nu wel af is. Maar wat wel fijn is, is dat hij helemaal niet afbrokkelt. Hij slijt gewoon. Dus je kan hem sowieso makkelijk weer bijwerken. Zonder dat je eerst alles eraf moet halen. Dan hoop ik dat jullie de video heel leuk vonden. En dan zie ik jullie graag in de volgende video. Doei doei!